sowieso bijzonder hier in Sochi. Zijn jullie klaar voor de huldiging? We gaan huldigen! Drie medailles. Je hebt wel brons, hè?
hebben we die 1, 2, 3 al helemaal gevierd. Als jullie daar zo staan, 1, 2, 3, is dat dan van belang voor je of denk je aan het niet? Nee, natuurlijk hartstikke mooi, maar ja, ik heb gewoon op dit moment een ander gevoel, maar ik denk dat als je luistert naar het gevoel van de zaal, dan voel je wat men in Nederland voelt. Jorre Bergma! En behalve brons is daar ook zilver. Yeah.
ja, ik had gewoon het gevoel dat, dat ik een andere richting moest gaan in mijn schaatscarrière. Maar goed, het voorseizoen verliep een beetje moeizaam. En dan, goed, weet je, als sporter ga je ook altijd twijfelen. Dan is het heel belangrijk, denk ik, dat je mensen om je heen hebt die je gewoon je keuze steunen en die je vertrouwen kunnen geven. Het zijn niet alleen mijn vader, het is ook Dirk Zout, wel zou ik even willen noemen. Ja, Westbrook zou ik ook even kunnen noemen. Jaapie ook bedankt. En natuurlijk mijn manager Dennis van der Laan. De dag en de laatste dag, en toen vond ik dat behoorlijk lastig om niet in de scheur te raken. Dus het plan was om morgenochtend naar huis te vliegen, alleen ik moet morgenavond de medaille nog ophalen. Dus, vervelend! Luxe probleem inderdaad. En, goed, dus we moeten even kijken wanneer we überhaupt in huis kunnen. Dus dat gaan we even rustig kijken met elkaar. Maar eerst even hiervan genieten. Geniet ervan en luister dan naar de zaal! Slaapt al lang en ik lig ook nog wakker.
fuck it, ik heb hem. Ik moet ook mijn verontschuldiging aan je maken, Sven. Want op het laatst gooide je een bosje bloemen naar Naomi. En die kwam bij mij terecht. Pardon. Ik neem niet aan dat je met mij wilde trouwen, toch? Dat is wel gevaarlijk hier, hè? Nu je hem hebt, je zegt terecht, fuck it, ik heb hem. Nu je het hebt, betekent dat dat je in je hoofd nu wat vrijer bent? Of moet je dat nog zien? Ik hoop de aankomende dagen wel weer even. En dan wordt het volgende week weer spannend. Kijk. Goud. Maar toen jij ze finishte, zag ik een hele kleine vreugdebeweging. Maar je was volgens mij niet zeker van de tijd op dat moment, of wel? Nee, nou, weet je, een onwijs goed schaats na mij. En dan is niks zeker. En ik zat op het middentrein in de schaats uit. En Jorrit zat met nog 500 te gaan op het, onder mijn tijd. Ik denk, wegwezen, hier trekt het heel slecht. Toen heb ik het verder gekeken in de kleedkamer. Maar ja, hij is gewoon binnen. Ik doe een stap opzij voor deze drie medaillewinners. Dames en heren, zeker in de